Ja, twee meisjes, dames die nog niet mogen stemmen helaas. Nee. Maar als je zou stemmen, zou je dan al een keuze kunnen maken? Ja, ik ga gewoon voor de Partij van de Arbeid. En niet op de PVV. Niet. Ja, ik heb hier dus een hele lijst met 26 partijen. Zou je even kunnen kijken waar je misschien op zou kunnen stemmen? Mag ik roepen? Oké. Waar zei ik ook alweer? Denk. Dat is wel een goeie, want je moet nadenken in het leven. Nadenken. En De Piratenpartij? Nee, dat klinkt hier aan de kant. Okay, de Groene Partij van de Arbeid. Ja, daar zei ik Partij van de Arbeid. De ChristenUnie, daar zou ik ook wel op stemmen. Nee, wacht. Wat was ook weer Democraten? Democratische 60. Ja, maar wat doen Democraten? Wat houdt daarin? Je moet het partijprogramma even lezen. Oh. Waar gaat dat? Gaat dat hierop? Nee, dat staat hier niet op. Dat is een heel boekwerk. Wat zijn niet-stemmers? 22. Wat zijn niet-stemmers? Stemmen niet. Ja, wij dus. Waarom? Waarom zitten daar mensen? Waarom kan je daar dan op stemmen? De niet-stemmers. Ja. En over 4 jaar als je wel mag stemmen, zou het dan ook zo moeilijk zijn? Of? Ja, ja. Dus, er zijn 26 dingetjes. Dus, dankjewel. 26 partijen, dus even die boek blijkbaar even doorlezen. Ja. Maar ik blijf voor de arbeiders. Weet je waarom eigenlijk? Ik wist niet eens dat bestond, maar ik kreeg vorige week in Eindhoven kreeg een roos van die mensen die van de arbeiders zijn. Weet je wel? En toen zei ze stem op dit. Ik zei, dat ga ik doen. Alleen voor die roos. Dus dat vond ik wel heel lief. In ieder geval nog een prettig weekend. Ja. En volgend jaar veel succes met stemmen. Ja, het wordt wel moeilijk. We gaan ervoor.